Dames en heren, hele goede avond. Mijn naam is Jaap Meijer, wordt al even aangekondigd door Hans. Ik ben op dit moment de cybersecurity officer binnen Huawei Nederland, verantwoordelijk voor de implementatie van cybersecurity in onze organisatie. En heb mij tevens bezig met de externe communicatie omtrent alles wat wij doen als Huawei naar de markt toe. Vanavond is daar een zo'n voorbeeld van. Huawei, ik zal misschien even beginnen om de uitspraak van de naam even iets toe te lichten. In Nederland is het merk in de markt gezet onder de naam Huawei. Dat hebben we gedaan. We hebben een enquête gedaan ergens op een marktplaats. En we hebben gevraagd aan mensen van God, kent u dit en kunt u het eens uitspreken? En wat er het meeste terugkwam qua uitspraak hebben wij geadopteerd als onze naam. Huawei. De Chinezen spreken het uit en ik heb inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het Chinees, maar waarvan 11 jaar met Huawei. De Chinese naam wordt uitgesproken als Huawei. Het zijn eigenlijk twee woorden. Hua staat voor, vrij vertaald, het grotere China, het collectief. Wei staat voor achievements, wat we bereikt hebben met elkaar. En als we die twee weer samenvoegen, dan ontstaat er eigenlijk iets nieuws. En dat staat voor alles waar wij ons als collectief toe zetten, kunnen we bereiken. En tot nu toe, moet ik zeggen, lukt dat aardig. We zijn begonnen in 1987. Onze CEO, nog steeds onze CEO vandaag, meneer Ren Zhengfei, importeerde bedrijfstelefooncentrales uit Hongkong en maakte ze geschikt voor de signalerings eisen die er op het vasteland van China waren. Hij merkte dat hij steeds meer aanpassingen moest doen en zei, ik kan ze hem op een gegeven moment beter zelf gaan maken. Hij is naar de bank gegaan en heeft $2500 geleend en is met een paar ingenieurs is die begonnen. 1987. 2015 hadden wij een omzet van 64 miljard. Ruim 170.000 man in dienst. En we zijn eigenlijk actief op alle vlakken die met communicatie te maken hebben. Dat is het leveren van netwerken aan network operators, de KPN's, de Vodafone's, de T-Mobile's. Het leveren van netwerkapparatuur voor de zakelijke markt, de klein- en de grootzakelijke markt. We leveren netwerken aan ziekenhuizen, maar we leveren ook apparatuur aan de Belastingdienst, storageomgevingen. En u allemaal ligt ook bekend sinds enige tijd de telefoons, de tablets, de wearables, de horloges en die hele wereld. U zult begrijpen dat om daar te komen bij echte globale operatie zijn geworden, waarin wij dus niet alleen dingen maken, ontwerpen, ontwikkelen, maar ze ook naar de markt toe moeten brengen. Dus we zullen ze moeten verschepen, we zullen inkopen moeten doen en we zullen ze uiteindelijk moeten implementeren bij onze klanten. We hebben vanavond tot nu toe gesproken over het secure ontwikkelen van software en dat is heel belangrijk en daar begint het vaak. Maar dat is maar uiteindelijk maar een heel klein onderdeel van het implementeren van cybersecurity in je organisatie. Huawei, een Chinees bedrijf, en als ik security lezingen bijwoon, dan in elke tweede zin komt het woord China wel een keer voorbij. Dan ben ik een tijdje stil en op een bepaald moment dan steek ik mijn vinger op en zeg, kunt u dat eens toelichten? Hoe bedoelt u, waarom wordt er altijd naar China verwezen op het moment dat we het over onveiligheid hebben? Als je vandaag de dag kijkt naar cyberaanvallen,
dan komen er inderdaad heel veel vanuit China, worden daar geïnitieerd, maar nog meer vanuit Amerika. En ze komen eigenlijk overal vandaan. Cybersecurity is niet een Chinees probleem, het is een globaal probleem. Alle leveranciers, de grote netwerkleveranciers, die opereren vanuit China, die ontwikkelen vanuit China, die produceren vanuit China. Dus we zitten daar gezamenlijk in. En als we het dus willen oplossen, moeten we het ook gezamenlijk gaan doen. Dat is zeg maar waar we vandaag de dag staan. Binnen Huawei, en omdat wij ons heel goed realiseren dat als we het hebben over security, dat men altijd eerst naar de Chinese partijen kijkt, hier in het Westen althans. Dus wij begrijpen heel goed dat wij iets extra zullen moeten doen om te communiceren naar de markt toe. En dat kan alleen maar op het moment dat je ook iets te vertellen hebt op dat vlak. Cybersecurity en die implementatie daarvan is echt in de organisatie ingebakken. En het begint bovenaan. Onze CEO heeft gezegd van cybersecurity, als wij willen doorgroeien, en ik mag me nu delen, de doelstellingen van Huawei zijn, die liggen er niet om. Vorig jaar 64 miljard, de doelstelling is om 2020 een omzet te hebben van 100 miljard. Strategisch gezien kijken wij naar een omzet van 200 miljard. En daarna gekeken, cybersecurity wordt gezien als een van de mogelijke remmende factoren om dat te bereiken. Wij moeten als industrie, dat moeten we gezamenlijk doen, wij moeten als industrie de uiteindelijke consument het vertrouwen kunnen geven dat zij safe en secure communicatie kunnen toepassen. Want alleen dan zal die markt doorversnellen. En kunnen wij als industrie de applicaties, de platformen en de netwerken blijven doorbouwen. Cybersecurity daarvoor een fundamentele pijler van onze strategie. Die wij hebben gezegd, security zal nooit worden afgewogen tegen de commerciële belangen die we hebben. We maken een afweging vooraf. Kunnen we dit doen? Willen we dit doen? Wegen de belangen op tegen de investeringen die we moeten doen op het security vlak? Maar als we begonnen zijn, dan zetten we door. Wat we ook tegenkomen. Dan zal security altijd op de eerste plaats staan. Nou, wat willen we doen? We willen safe and secure netwerken bouwen waarop iedereen zich goed kan voelen om te doen wat ze moeten doen. Nou, dat is een mooie statement, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Je moet hem uiteindelijk in je organisatie gaan embedden. Dus we hebben negen focuspunten gedefinieerd, waarvan 5 extern en 4 intern. En wat zijn die punten nu? Open communicatie is van belang. Wij moeten ervoor zorgen, en ik zeg wij, maar ik bedoel ook u allen, als industrie. We moeten ervoor zorgen dat als wij het gevoel hebben dat er vragen over blijven staan, dat er zorgen zijn omtrent de security van de oplossingen, de applicaties, de netwerken die wij bieden, dan moeten we de discussie daarop aangaan. We moeten die zorgen proberen weg te nemen. Door open en transparant te zijn. En we moeten dat op een proactieve manier doen. We moeten niet altijd blijven wachten totdat de vragen komen. Ik werd eerder gezegd vanavond dat wij moeten allerlei standaarden delen. Huawei ook heeft een aantal whitepapers inmiddels gedeeld met de markt. En één daarvan zijn een 100-tal vragen die je aan leveranciers zou kunnen vragen om te begrijpen van, hebben zij security embedded in hun organisaties? En uiteraard moeten wij altijd compliant zijn met lokale en regionale regelgeving.
privacy is een paar keer gevallen vanavond. De implementatie van de algemene verordening, die geïmplementeerd moet zijn in al onze organisaties, 25 mei 2018. Dat betekent nogal wat. Huawei heeft de algemene verordening inmiddels uitgeroepen tot wereldstandaard in onze organisatie. En we gaan eigenlijk nog een stap verder. Ook de aanscherping in de Duitse wetgeving, die de meest strenge is binnen Europa op het gebied van privacy, samen met Frankrijk wellicht, wordt uitgeroepen tot Huawei standaard. En dat doen we niet voor niks, omdat wij willen ons conformeren aan de meest strenge eisen die er zijn, maar tegelijkertijd wil je security embedden in je organisatie, dan moet je op zoek naar uniformiteit. Je moet proberen om het overal op dezelfde manier te implementeren. Alleen dan kun je het ook houdbaar maken. En dat kun je allemaal doen, en toch zullen er in sommige gevallen zorgen blijven. Dus je zult moeten kijken naar hoe kunnen we verificatie, onafhankelijke verificatie van de oplossingen, de producten die wij leveren aan de markt, hoe kunnen we die faciliteren? Zoveel mogelijk. En dat doen we ook geregeld. Zal ik u straks wat meer over vertellen. En uiteindelijk moet je ook vooraf kunnen en durven zeggen, wat wij ook doen, we weten nu al dat het niet genoeg is. Onze producten, onze netwerken, onze end-to-end oplossingen zullen aangevallen worden. En men zal succes hebben om binnen te komen. Kwetsbaarheden zullen gevonden worden. Je kunt software ontwerpen. Je kunt producten ontwerpen. Je kunt er een half jaar naar kijken. Je kunt er een jaar naar kijken. En dan heb je nog niet alle kwetsbaarheden gevonden. Dat is een garantie. Software of bugvrije software bestaat niet. Kwetsbaarheden zullen we altijd blijven vinden. Voortschrijdend inzicht. Dus je zult ook een emergency response team klaar moeten hebben staan van wat gaan we doen op het moment dat het misgaat. Dat de barrières doorbroken worden, privacy in het geding is en dat dus ook de imago van ons als bedrijf, maar ook wij als industrie in het geding komt. Wat kun je aan de externe kant doen en aan de interne kant moet je dus ook gaan werken aan awareness trainingen. Echt, maak elk individu in je organisatie. Breng ze op de hoogte van de requirements. Maar wat verwachten wij van jullie om bij te dragen aan de totstandkoming van een secure omgeving? En dan begint het. Dan zijn we daar. Dan moeten we dus producten ontwerpen. Die moeten geleverd worden. Die moeten geïmplementeerd worden. En die moeten gesupport worden. Dat hele traject, end-to-end, van inkoop tot aan nazorg, van componentniveau tot aan nazorg, moet je bekijken en inrichten in een secure by design methode. En niet geheel onbelangrijk. Vanuit de top van het bedrijf wordt er keihard gezegd van jongens, gebeurt er. Er worden geen backdoors ingebouwd. Er worden geen codes ingebakken. En als wij überhaupt ook maar een snippet vinden van wat daarop duidt, wordt degene onmiddellijk ter plekke ontslagen en vervolgd. Level 1 violation in ons bedrijf. Keihard. En dat ontslaat ze ook niet. Juridische vervolging vindt gewoon plaats. Het is belangrijk om te horen, want je hoort dit vaker terug in de markt. Ik moet even kijken trouwens, tot hoe laat mag ik, Hans? Nee, 9 uur. Tot 9 uur, dan moet ik even doorpraten. De rest heeft 3 kwartier genomen, dan krijg ik een half uur. Ik ben een klein beetje spelen. Oké. waar ging ik naartoe? Ik ben mijn verhaal kwijt.
Even voor alle duidelijkheid. Huawei is een commercieel bedrijf. En wij hebben geen relatie, en ik herhaal geen relatie, met de Chinese overheid. Anders dan, we zijn de nummer 1 belastingbetaler in het land. Van vennootschapbelasting. En dat is niet in de laatste plaats omdat we natuurlijk redelijk succesvol zijn. Dus er is de overheid ook veel aan gelegen om het ons voor de wind te laten gaan. Laat dat helder zijn. Wij hebben geen informatie tot de dag van vandaag verstrekt aan de overheid. Nog zijn we daar ooit door de overheid gevraagd om informatie te verstrekken aangaande toegang tot onze netwerken of data die door de netwerken heen vloeien. Om u even een beeld te geven, op dit moment vloeit 1/3 van alle wereldwijde communicatie vloeit door Huawei platformen heen. 1/3. Dat is nogal wat. En dat is niet end-to-end, maar dat is ergens onderweg gaat het door een Huawei component heen. Geen connecties met de overheid. Anders dan, nogmaals, als wij ergens in één land waar dat op de wereld waar wij opereren, als daar lokale wetgeving bestaat, die zegt, en u zult toegang geven tot de datastromen van de platformen, dan kijk ik even naar Nederland, Lawful Interception is zo'n wetgevingsregel, dan zullen wij die toegang ook verschaffen. Maar dat, is dan ook wel, dat zijn dan ook wel de uitzonderingen. Als dat door de wet wordt ingegeven, als daar wettelijke grondslag voor ligt. Goed, ik ga snel door. Hoe richten wij dat dan in onze organisatie in? Als we kijken naar de businessprocessen, we hebben aan de linkerkant de klanten en al hun requirements die ze aan ons bieden. We hebben een market management proces, een IPD, Integrated Product Development, ik kom daar zo nog even op terug. Dat is een business een procesmodel dat we geadopteerd hebben van IBM. Samen met IBM ook wel wat geoptimaliseerd voor Huawei specifiek. Orderprocessen, operational processen en de supply chain. Er zijn allemaal van die processen waar die hele cybersecurity processen, zeg maar, zijn geïmplementeerd. Ik heb het hier nog iets meer uitgesplitst richting wederom requirements aan de linkerkant en dat kan heel breed zijn. Dat zijn dus overheids eisen, dat zijn standaardisatie vragen die er neergelegd worden. Dat zijn klanten met specifieke vragen rondom security. Die nemen we allemaal mee en die worden uitgesplitst in het proces. Het begint dus bij het ontwikkelproces en vervolgens gaan we richting, wij noemen hier lead to cash aan de bovenkant, operatie van het geheel. En issue to resolution. Als er een probleem is, hoe doen we dat dan? Lead to cash is belangrijk, omdat we daar ook de afweging maken. Is een product voldoende veilig bevonden om verkocht te mogen worden in een land als Nederland? De wereld is verdeeld in een aantal zones. In het ene land zijn er meer eisen dan in het andere land. In het ene land zijn er meer eisen om port monitoring te doen dan in het andere land. Nederland is onderdeel van de Europese Unie. En langs die weg bekijken wij ook de producten die we uitzetten in Nederland. Ook. Ik had het even over die implementatie in de organisatie. Om u een idee te geven. Dit gaat rechtstreeks naar de board. Meneer Ken Hoe. Hij rapporteert aan onze CEO. Is lid van de Raad van Toezicht. En hij is eindverantwoordelijke voor de implementatie van cybersecurity in Huawei. Daaronder de GSPO, de Global Security Protection Office, wordt gerund door meneer John Suffolk. En hij is een oud adviseur van de Britse geheime dienst. Dit was zijn specialisatiegebied. En hij helpt ons om de hele Security Office te implementeren. Dit is de organisatie die houdt zich bezig met het schrijven van coding guidelines, review guidelines, maar ook business processen en audits en assurances binnen de organisatie. En die worden uitgezet naar de verschillende landen en de verschillende operaties. En de horizontale business processen die lopen daar doorheen en de verschillende business units ook.
Ik geef leiding aan, hij staat er hier niet op, maar ik geef leiding aan een klein teamje hier van inmiddels ook ongeveer 60 man in Nederland. Dat zich bezighoudt met de implementatie van security. Wereldwijd zijn er ruim 2000 man inmiddels zijn in de hele security office. Zijn actief. U ziet hier een stuk herhaling. Wat Rob en Gabriel eerder vanavond hebben gedeeld met ons over hoe doe je ontwikkeling van producten, hoe doe je het testen, code scanning, port scanning, code reviews. Al die dingen zijn bij ons ook ingebakken in integrated product development ontwerp. Dit gebeurt allemaal door de ontwikkel. Even kijken. Nee, doe dat niet. Door de ontwikkelafdelingen zelf. We hebben daar gateprocessen in zitten en elke keer worden daar controles op uitgevoerd. Dat is heel mooi, maar we willen altijd er ook voor zorgen dat de slager natuurlijk nooit zijn eigen vlees keurt. En dat hebben we ook een paar keer gehoord. Doe dat niet allemaal zelf. Wij doen dit wel allemaal zelf. Maar daar houdt het niet op. Dan begint het feest eigenlijk pas. Op het moment dat de producten vrijgegeven worden door de ontwikkelafdeling. In het verleden was dat het moment waarop het aan de markt ging. Maar dat is niet meer. Zij gaan bij ons nu door onafhankelijke penetration testing teams heen. Wij hebben ethische hackers in dienst. Die namens ons een volledige labfaciliteit tot hun beschikking hebben. En die gaan los op alle producten die uit ontwikkelomgeving komen. Hardware, software, maar ook diensten. Want ook daar worden tools voor ingezet. En zijn die tools wel safe en secure. Maar het zijn ook producten die de engineers nodig hebben om de netwerken te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld. Maar dan zijn we er nog steeds niet. Dan gaan we vervolgens door naar een independent cybersecurity lab. En daarin worden de producten nogmaals, worden nog een keer code reviews gedaan, worden nog een keer testen gedaan om te zien dat alle producten voldoen aan de wetgeving die op dat moment van kracht is in de landen waar de producten naartoe gaan. En daar worden producten pas finaal vrijgegeven. Dan komen ze in sellable lists terecht en dan kunnen de productmanagers en de accountmanagers in de landen kunnen er gebruik van maken en niet eerder. Dus dit is een aantal testen en stappen zitten daarin. In sommige gevallen houdt het daar nog niet op. En gaan we door. Alle producten die naar Engeland gaan, worden door de Engelse overheid nog een keer geverifieerd. Hetzelfde geldt in Canada inmiddels en in Amerika in zekere mate ook. En ook dat is soms nog niet voldoende. Dan worden we gevraagd door klanten, God, kunnen wij ook eens met een team met specialisten bij jullie langskomen? Het antwoord is ja. Kom langs, wij willen jullie laten zien hoe wij opereren. En dat gaat heel ver. Ze worden opgesloten, ze krijgen toegang tot de source code, wel in een safe and secure environment, zodat het daar ook blijft. Want dat is nu wel ons intellectueel property, waar we het hier over hebben. Dat is onze lifeline. En in sommige gevallen komen daar nog andere dingen achteraan. Common Criteria doet ook nog testen voor Huawei. Op verzoek van klanten die certificering graag willen zien. En in sommige gevallen zijn er ook nog third party assurances. Wij doen bijvoorbeeld in Nederland, implementeren wij voor van onze klanten bepaalde security policies. En daar worden wij ook nog eens keer geaudit. U ziet, het is een proces dat eigenlijk continu blijft doorlopen, want ook daar komen weer dingen uit natuurlijk. We vinden altijd wel iets dat je zegt van ja, dit zou toch nog wel beter kunnen. En dat wordt weer meegenomen in de evaluaties en de verbeteringen van de producten. We doen het vaak samen met klanten, waarin we bepaalde functionele gebieden nog eens een keer onder de loep nemen. We hoorden Gabriel over functionele testen rondom devices. Dat soort testen ondersteunen wij veelvuldig. Maar ook netwerktesten, specifiek meer netwerktesten. Er komen altijd dingen uit en die nemen we vervolgens weer mee. Nu hebben we een mooi product. En nu moeten we het nog gaan implementeren. En dit is eigenlijk pas waar het begint. Want een secure product is maar één ding. Maar uiteindelijk weten we dat de zwakste schakel vaak toch de mens is. De
kunt iets heel mooi secure maken, maar je moet het wel bedienen, je moet het opereren. Dus wat wij eigenlijk onze mensen meegeven, is van op het moment dat jullie aan de gang gaan in een netwerk, zorg ervoor dat A, dat je de juiste tools gebruikt. Zorg ervoor dat je laptops hebt, operationele productielaptops, waarmee je toegang maakt tot het netwerk. Zorg dat de virusscanners up-to-date zijn. Zorg ervoor dat je gewitelisted tools gebruikt. Common available, maar tools die gescreend zijn op hun safety. Zorg ervoor dat je niet zomaar port monitoring tools zet in een open omgeving. Als je een demilitarized zone zet en je doet een gesloten lab-verificatie, is een ander verhaal. Want op het moment dat je verbonden bent met een operationeel netwerk, kijk daarmee uit. In other words, not done. En nu, in het kader van de privacywetgeving, komen daar nog een paar dingen bij. Zorg ervoor dat je expliciet toestemming hebt om het netwerk op te gaan van de klant. Documenteer dat. Op het moment dat je data moet processen, zorg ervoor dat je expliciet toestemming hebt om dat te doen. En op het moment dat je data uit het netwerk moet halen om voor verdere wellicht ondersteuning of R&D analyses, zorg ervoor dat je toestemming hebt om de data uit het netwerk te halen en te transfereren naar een ander punt. Als het binnen Europa blijft, dan kun je een bepaalde mate van veiligheid doen, maar moet het naar buiten Europa, dan moet het volledig geanonimiseerd worden, gepseudonimiseerd worden, al die dingen die daarbij komen kijken. En dan, toch, gaat het af en toe mis. Responsible disclosure is iets waar we denk ik allemaal wel eens van gehoord hebben. Huawei heeft dat op een aantal lagen geregeld. Wij zijn onderdeel van de First organisatie en in die hoedanigheid communiceren wij ook kwetsbaarheden naar de First members, dus de cert members, zeg maar, de operators. Daarin leveren wij al security notices. Dat zijn eigenlijk informatie about zero-day exploits. Dat zijn kwetsbaarheden waar we nog geen oplossingen voor gevonden hebben. Ja, die communiceren wij. Maar alleen maar aan connected first members. Waarom? Daarmee hebben we een afspraak gemaakt dat alle informatie A wordt encrypted verzonden. En die blijft ook binnen de groep als zodanig. Dat is wat we met elkaar afgesproken hebben. Alle andere communicatie naar de zakelijke markt, naar de consumentenmarkt, wordt gedaan via de support websites en doen we eigenlijk alleen maar op het moment dat er ook oplossingen voor zijn. Dat er security patches zijn of dat er instructies zijn over hoe de configuratie te optimaliseren om de kwetsbaarheden te dichten. Dus dat heb je allemaal geregeld en nu ga je produceren. En dan moet je dus eigenlijk aan de voorkant beginnen. Je moet inkopen van componenten. Om je productie op te starten. Dus ook aan die kant moet je ervoor zorgen dat je begrijpt waar komen mijn componenten vandaan. Zit daar gecertificeerde softwaremodellen? Dus hebben we daar digitale signatures van, handtekeningen van, zodat we kunnen controleren of we inderdaad wel de juiste producten en componenten tot ons krijgen? Hebben we die hele logistieke keten van intake? Is het allemaal secure? Kan er niemand meer bij? En op het moment dat we gaan produceren, hebben we ook daar weer een secure omgeving. Zodat er niemand bij kan onderweg. Het lijkt allemaal ver gezocht. Maar er zijn voorbeelden genoeg om te zien dat er onderweg en tijdens het hele proces dingen gebeuren die je niet wilt dat er gebeuren. Ook bij de implementatie, ook hier in landen als Nederland, kopen wij veel diensten in. Die keten, die waardeketen die betrokken is bij de implementatie van netwerken, klein of groot. Maar ook de telefoons, de handhelds, hebben we te maken met veel partijen die ons ondersteunen in het creëren van een end-to-end oplossing. Ook die moeten we screenen. Die moeten we awareness trainingen geven. Daar moeten we assessments doen of hun omgevingen wel kloppen. Waar nodig zelfs individuen certificeren en audits moeten plaatsvinden. En we moeten gewoon contracten
de werkersovereenkomsten met deze partijen moeten gesloten worden. Een van de dingen die we moeten doen is, omdat we ervan uitgaan dat dat een keer mis zal gaan, en dat gaat af en toe ook mis, hè, laten we daar nou niet moeilijk over doen. Natuurlijk gaat het af en toe mis. Maar daar kun je dus alleen maar wat van leren als je ook kunt kijken wat er nu precies gebeurd is. Een van de dingen die wij veelvuldig doen, is alles traceable maken. Documenteer dingen terwijl je onderweg gaat, sla dingen op en dat stelt je in staat, als het misgaat, om precies uit te vinden waar het mis is gegaan. Of in ieder geval het gebied verder te isoleren, zodat je onderzoek versneld kan plaatsvinden. En uiteindelijk, als laatste stuk dan, ook implementatie in alle personeelszaken. Weten wij wel wie eigenlijk ons kritisch personeel is in een organisatie, in de zin van security? Kennen we die mensen? Zijn die allemaal gecertificeerd? Wie heeft er toegang tot klantennetwerken? Zijn die accounts bekend? Wat voor data wordt daar op en neer gestuurd? Hebben we gevalideerd dat er inderdaad toestemming van de klant heeft plaatsgevonden? Bij ons vinden er maandelijks audits plaats op onze engineers en mensen die fysiek toegang krijgen tot de netwerken. Of zij wel volgens de regels opereren. Of zij wel die toestemming hebben. Of ze geen data hebben verstuurd waar het niet naartoe moest. En dat kun je uiteindelijk alleen maar doen als je ook tussen de HR-zaken, de personeelszaken, activiteiten hebt geïmplementeerd. Afrondend. Een paar gedachten wil ik bij u achterlaten. Wij zijn met elkaar bezig om een omgeving te creëren waarin wij steeds meer gebruik gaan maken van communicatiemiddelen. Connected cars, the Internet of Things, waarbij we steeds meer devices connected zullen gaan hebben. We gaan steeds meer smart city-achtige omgevingen zien, waarin de burger bekeken wordt. Self-driving cars, bijvoorbeeld, die gaan allemaal eisen stellen aan de netwerken. Er gaat steeds meer communicatie plaatsvinden en dus ook de kwetsbaarheden zullen gaan toenemen. Dat is mooi, maar dat brengt dus ook een verantwoordelijkheid met zich mee. En we kunnen dat alleen maar oplossen als we dat gezamenlijk gaan doen. En dat begint altijd bij jezelf. Wat kunnen wij doen om daar aan bij te dragen, maar ook discussie in die hele waardeketen opzoeken met de partners links en rechts naast je. Hoe kunnen wij dit organiseren? En dat is wat Huawei probeert te doen. Nogmaals, ik hoop dat ik met u kunnen delen dat wij dat security echt een fundamenteel onderdeel is van onze organisatie. Elke dag weer. En soms is dat lastig, maar toch is het nodig. En dat is wat we proberen uit te dragen. En hopelijk zal het stukje bij beetje beter gaan. En tenslotte, je kunt het allemaal prachtig implementeren, maar als je niet realiseert dat dit een continu proces zal gaan zijn, we zijn daar nooit mee klaar. En zolang we daar niet mee klaar zijn, is er ook een toekomst voor ons allen. Ik dank u wel. Zijn er nog vragen? Ik kan me voorstellen dat er niet nog vragen zijn. Zullen we naar huis? Niemand? We zullen naar huis. Ja, toch daar. U had het over coding guidelines die Huawei voor zichzelf heeft opgesteld. Ontwikkeling. Maar worden dat soort dingen ook publiekelijk gemaakt? Net als die papers die Huawei geschreven? Worden die echt intern houden? Nee, de coding guidelines, ook hier maakt Huawei zoveel mogelijk gebruik van bestaande bouwblokken. Dus de coding standaarden die daar zijn. Wij geloven niet in dat wij alles zelf moeten doen. Dat heeft u gezien ook in dat wij veel samenwerken met externe partijen die hun sporen verdiend hebben. En dat doen we eigenlijk steeds meer.
Wij zijn goed in het bouwen van telecomapparatuur en sommige dingen kun je maar beter gewoon de best practices tot je nemen. En dat is wat we proberen te doen. Dat betekent niet dat er in geen enkel geval eens een keer een snelle oplossing bedacht moet worden. Die we vervolgens dan in de standaardisatie, de werkgroepen weer ter discussie stellen om te komen tot standaardisatie. Huawei gelooft waar wij naartoe gaan is open source. Zoveel mogelijk. En die zin dus, maak het open. Ja, dankjewel. Als ik me niet vergis, dan gaf u aan dat sommige overheden ook een aantal testen soms willen doen. Vormt u daarmee in sommige gevallen een uitzondering? Of geldt dat dan eigenlijk voor alle leveranciers in die branche? Kunt u net zo zeggen? Ja, het antwoord is nee. Dat geldt niet voor alle leveranciers. En dat zijn inmiddels ook geen uitzonderingen meer. Wat ik aangaf, de UK Security Evaluation Center is opgezet door de Engelse overheid. Een soort glasshouse is dat, waarin alle producten die wij het land invoeren, leveren we ook in de glasshouse. Daarmee de glasshouse blijft daar binnen. Je mag er naar kijken, maar je mag er verder niet aankomen. Wordt ook daar ingevoerd, source codes gaan erin. En er worden eigenlijk compilatietesten gedaan van als wij het compileren, komt er dan hetzelfde product uit als dat daar door de leverancier aangeleverd, in dit geval Huawei aangeleverd, uitkomt. Dus het is structureel. Of dat structureel blijft en of je op een bepaald moment wellicht tot een punt komt waarin het vertrouwen van bepaalde overheden hebt gewonnen. Ze zeggen van nou, weet je, de investeringen die we doen, wegen nu niet meer op tegen de toegevoegde waarde van die testen. Of dat punt zal komen, dat weet ik niet. Wij zijn er in ieder geval in die zin, staan er altijd open voor. En natuurlijk moet je altijd een afweging maken van, is de markt groot genoeg om dat ook financieel gezien te kunnen onderzetten. Ja, ik moet toch aan dat je nooit verzoek heeft gehad van de Chinese overheid voor informatieverzoeken. Nog nooit verzoek heeft gehad van de Chinese overheid. Betekent dat ook geen wetgeving is in China, dat u daartoe verplicht kan worden in de toekomst? Op dit moment is dat correct. Is er geen wetgeving die dat vereist. Of dat in de toekomst zo zal blijven, daar kan ik niks over zeggen. Vraag, hè? Bij de bank zie je nu dat ze samenwerken om te kijken naar inbraken en hoe ze dat kunnen verbeteren. Is dat nu ook in de communicatiebranche? Antwoord is ja. Om u een voorbeeld te geven. Huawei teamt samen bijvoorbeeld met de high-tech crime unit van de Nederlandse politie om cyberaanvallen gezamenlijk te analyseren om te kijken wat voor lessen we daaruit kunnen trekken. Dan hebben we het nu met name over cyberaanvallen waarbij Huawei apparatuur betrokken is geweest. Die samenwerkingen die vinden voornamelijk plaats in München. Daar hebben wij ons Global Security Cyber Pocket of Excellence, zeg maar. Daar zitten echt tegen de universiteiten aan. Gebeurt heel veel fundamenteel onderzoek. Niet alleen de security technologieën op zichzelf, vanuit de netwerken gezien, maar op het component, element niveau en netwerkniveau security defense mechanismes ontworpen worden, maar ook op het vlak van privacy design. Dus wat voor methodes, technologieën kun je inzetten ter ondersteuning van het behouden van privacy verordeningen. Zijn er nog meer vragen? Niet. Ja, heel hartelijk bedankt. Ik vind het een eye-opener. Ik was van tevoren heel benieuwd wat je te vertellen zou hebben. Met name om wat je zelf al zegt, bij ieder gesprek over security komt China 3 keer in 1 regel voorbij. En iedereen die denkt het te weten en niemand die het eigenlijk precies weet. Dus wat dat betreft vind ik het heel verhelderend om te horen hoe dit bedrijf in ieder geval met security omgaat. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de aandacht. Graag nog een keer een applaus voor de 3 sprekers. Ik denk dat ze dat hartelijk verdiend hebben. Dan rest 1 ding. Ik heb hem al eerder genoemd vanavond. Vul alsjeblieft het evaluatieformulier in. We leren er iedere keer veel van. En dankzij dat...